kwamen weer heel veel vragen. Vragen die ik ook veel krijg per mail. Dus ik dacht, ik wil toch eventjes weer erbij halen. Want die vragen gaan vaak over, hoe doe je het allemaal? En mensen denken vaak, als ze zo kijken, dat je ineens alles weet. Maar dat is natuurlijk niet zo. En ik heb ook, nou ja, de eerste anderhalf jaar van Sony Zoekt Geluk geen euro verdiend. Dat weten de meesten van jullie ook wel. Maar als je wil beginnen, als je een onderneming wil gaan opzetten of een nieuw idee hebt, dan is toch mijn advies om gewoon maar te beginnen. En grappig genoeg word je gaandeweg vanzelf een expert. Gaandeweg ga je steeds meer leren, ga je steeds meer opzoeken en ga je het kunnen. En ik blijf ook nog steeds leren, weet je. Ik ben nu steeds vaker aan het spreken en daar leer ik ook weer dingen over. Na elke keer dat ik zo'n event heb gehad, schrijf ik feedback aan mezelf. Want er is altijd een moment dat ik denk, oh ja, voor de volgende keer had ik dat even moeten weten. Of er komt een vraag uit de zaal en denk ik, oh, dat heb ik nog niet duidelijk genoeg gezegd. Dus dat neem ik mee voor de volgende keer. Dus zo blijf ik mezelf altijd weer verbeteren. En als het gaat om dat hele, ja, wat ik allemaal doe. Dus ik doe natuurlijk vloggen en bloggen en presenteren en workshops geven, et cetera. Dan denken mensen toch al gauw dat je het allemaal al wist. Maar dat is echt onzin. Nog steeds leer ik heel veel door bijvoorbeeld op te zoeken. Wat is het algoritme van Instagram? Hoe is dat veranderd? Hoe moet ik mijn post daarop aanpassen? Bij YouTube, daar heb ik vorige week of twee weken geleden natuurlijk over gesproken. Op het MIU-event, AMU. Qua YouTube hou ik ook heel erg in de gaten hoe dat zich ontwikkelt. Ik doe online programma's van andere mensen die heel veel weten over YouTube-strategie. Dus ik blijf steeds maar weer on top of my game. En niet op al mijn games, want dat is onmogelijk. Maar ik blijf leren en ik blijf vernieuwen en verbeteren. En daardoor blijf ik ook groeien. Maar je moet wel ergens beginnen. En ik krijg zoveel mailtjes van mensen die willen bloggen of die willen hun verhaal delen. En die zeggen, ja, maar ik heb nog geen bereik. Hoe moet ik dat doen? En dan denk ik, ja, maar je moet gewoon beginnen. Begin gewoon met een artikel te plaatsen. Kan je geen website bouwen? Ga het lekker op Facebook zetten. Of bedenk ergens een platform waar je het op kan zetten. En ga dat heel erg delen via je social kanalen. Te beginnen bij je vrienden. En dan vraag je gewoon aan je vrienden. Hey, je zou me echt een groot plezier doen. Wil je dit dus wat vaker voor me delen? Want ik ben net beginnend. Zo heb ik dat ook gedaan. En op een gegeven moment moet je daar natuurlijk ook weer mee ophouden. Want anders zien ze jou als een soort ultra spammer. En zullen ze het niet voor je doen. Maar ja, begin gewoon. Dat maakt je vanzelf een expert als je gewoon maar begint. Maar thuis blijven zitten en nadenken en bedenken wat je allemaal nog niet kan, dat gaat je zeker niet helpen.